Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 10 juni. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje oogschaduw op mijn duim. Dat moet ik zo even goed wegwassen. Vandaag is de woonkamer aan de beurt en daarna nog even bullet journalen. Ik moet even wat wasjes draaien. De katten hadden namelijk toch weer een beetje overgegeven op het kleed, maar die kwam in de handwas. Dan ga ik eerst de handdoeken draaien, want ik heb bijna geen handdoeken meer schoon. En de handdoeken die ik had gespaard bij de Plus, die komen pas in augustus, want die hebben leveringsproblemen. Je moet er trouwens voor kiezen om je geld terug te krijgen als je het te lang vond om te wachten. Nou, ik heb dat niet gedaan, want ik dacht eigenlijk voor het bedrag wat ik nu moest betalen, heb ik toch geen andere handdoeken. Ja, Action heeft natuurlijk goedkope handdoeken, maar ik vind de kwaliteit handdoeken van de Action ook echt niet goed. Dus ik dacht, nou weet je, ik wacht het wel gewoon af. Gisteravond heb ik gekeken naar Beter Laat dan Nooit en de quiz. Was ook de laatste van Beter Laat dan Nooit, dus het is gewoon weer afwachten wat er volgende week komt. En verder was er niet zo heel veel op tv, dus heb ik ondertussen aan de vlog gewerkt. De foto's zijn al bewerkt en de vlog is nu ook af, dus dat was fijn. Gewoon een basic avondje, Gossip Girl gekeken, Rex gekeken, ja. Niet bijzonder, eigenlijk zoals elke avond. Ik heb een beetje last van mijn keel. Gisteravond trouwens kreeg ik nog een appje van Nathalie. Die vroeg wat ik deed met eten vrijdag. Nou ja, ik had nog geen eten, want ik moet nog boodschappen doen. En toen hebben ze gevraagd of we gezellig bij mijn moeder gingen eten. Want we gaan hun op eten trakteren. Omdat ze ons wilden bedanken voor de baby shower. Dus dat is super lief. Dus dat gaat vrijdag gebeuren. Dan gaan we misschien nog even een spelletje doen. Dus nou ja, super lief. Voor de rest eigenlijk niet heel veel te melden. Want er is weinig gebeurd. Je merkt nu dat het woensdagmiddag is en dat de kinderen vrij zijn. Want ik hoorde niet heel veel kinderen buiten. En dat... Afgelopen week was het vrij rustig omdat de scholen weer volledig begonnen zijn. Dus dat is een beetje ja, hoe het ervoor staat. Ik ga nu eventjes een wasje in de machine doen. En dan, ik ga nu de handdoeken dan wassen. Daar doe ik dan geen wasverzachter meer bij. Mijn moeder zegt dat ze dan beter vocht opnemen. Dus dat ga ik eens proberen. En daarna ga ik de woonkamer doen. Daar ga ik jullie gewoon bij zetten. Maar eerst maar even een wasje bij elkaar rapen. Want dat is wel echt even nodig. Want dan kan ik tenminste weer gewoon handdoeken gebruiken. Want dan, ja, dat is niet fijn als je er zonder komt te zitten. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Zo, ik ben klaar. Het is weer lekker schoon in de woonkamer. Ik heb in de slaapkamer zelfs al even de plankjes van de parfum en het rek van de nagellak afgenomen. Scheelt vrijdag weer. Net nog eventjes wat dingen overgetrokken, maar dat is ook het enige. Katten hebben nu net gegeten. Ik kom van boven. Ik ben een beetje buiten adem. En ik heb twee puistjes die niet uitgedrukt willen worden. Dus dat is ook een beetje vervelend, maar... Het is een productieve middag en ik geniet wel weer van een schone woonkamer. Vanavond kijk ik het quizje, Steenrijkstraat Arm en ik denk Obies, want dat heb je ook. Voor de rest is er niet veel. Ik ga vanavond de vlog klaarzetten dat hij morgen online kan komen, artikels schrijven. En voor de rest gewoon lekker op de bank, lekker basic, dus niet bijzonder. Uiteraard kijk ik Gossip Girl en Rex ook, dus dat wordt verder mijn avond. Beetje last van mijn rug. Dus... Ik ga nu dan ook nog even lekker relaxen en dan
Ja. Straks lekker douchen en even eten. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 11 juni. Ik ben klaargemaakt. En vandaag weinig op de planning. Want mijn coach komt straks. Dan hebben we therapie. En dan moet ik boodschappen doen. En dat is het. Het was even spannend allemaal. Want wat is er gebeurd? Nathalie en Frank die hadden gisteren sinds... eigenlijk maanden weer een echo. De 30 weken echo die heeft zij gemist vanwege corona, dat ze dat niet konden doen. Ze zit ook in een groepje met mensen die dus ook nu ook zwanger zijn. En dan is een soort praatgroepje waar je dus vragen aan elkaar kunt stellen en dat gewoon met elkaar kunt bespreken. En dat heeft ze de afgelopen tijd ook online thuis gevolgd. Dat hebben ze ook via Zoom of zo. Ik weet niet of ik het goed zeg hoor. Heeft ze dat gevolgd. Maar ze hadden dus gisteravond weer een echo. En nou, die echo was rond 7:45. En we hoorden eigenlijk maar niks. Dus ik dacht, nou weet je, misschien willen ze als ze thuis komen eerst nog eventjes even bijpraten. Misschien wil ze eerst even douchen en als ze daarna een appje stuurt. Ze ging op een gegeven moment de telefoon. En toen zei ze dus, nou het is niet ernstig, maar ze is gaan draaien. Ze voelde eigenlijk al vanaf het weekend heel erg druk op haar blaas. Nou ja, dat had ook kunnen betekenen dat ze was ingedaald. Maar de kleine wurm is gedraaid. Dan zal ik jullie even voor de spiegel proberen te laten zien hoe ze nu ligt. Ziet er bij mij natuurlijk heel rauw uit. Het is een botte buik, maar oké. Hoe het nu zit. Haar voetjes liggen dus hier beneden. Dus die liggen echt tegen de blaas aan. En haar hoofdje ligt ergens hier. Dus ze ligt ook nog niet echt gewoon recht zo naar beneden. Nee, ze ligt echt schuin. Ja. Dus dat was eventjes een dingetje. Ze hebben geprobeerd bij de verloskundige om haar te draaien. Dat is dus niet gelukt. Toen hebben ze gezegd, nou, dan word je morgen gebeld door het echocentrum. En dan krijg je volgende week even een echo om te kijken. Misschien is ze uit zichzelf nog weer gaan draaien. Alleen de ruimte wordt natuurlijk steeds minder. Want... ze wordt groter, ze heeft steeds minder ruimte. Dan kunnen ze kijken of ze aan de hand daarvan of ze haar kunnen draaien. Daar zijn ze vaak ook met z'n tweeën, dus dat gaat soms iets makkelijker. Mochten ze haar daar niet gedraaid kunnen krijgen, kunnen ze het nog proberen in het ziekenhuis. En als dat niet lukt, dan kunnen ze... ja, dan is de kans aanwezig dat je dus niet op de natuurlijke manier gaat bevallen. Wat Nathalie zelf wel heel graag wil. Maar toen zeiden we ook tegen elkaar, dus de kans als zij niet gedraaid kan worden, is dat ze misschien binnen nu en 2 weken al wel geboren wordt. Want vaak met een keizersnede in dit soort gevallen wachten ze niet tot de 40 weken. Nathalie dacht zelf, als dat het geval zou zijn, 22 juni. Ik heb toen 24 juni gezegd. Maar dat weten we niet. Ze gaan morgen nu kijken of ze gedraaid wordt. Ik had haar geappt even straks van, goh, heb je al wat gehoord? Toen zegt ze, nou, ik lig in het ziekenhuis. Ik zeg, wat? Dus ik kreeg een foto dat ze in het ziekenhuis lag. Ik zeg, wat is er aan de hand? Nou, niet zoveel, maar ze had wat meer buikpijn. Ze voelde de baby iets minder bewegen. En even kijken hoe het er staat, hoor. Dat ik het wel eventjes duidelijk aan jullie kan overbrengen. Even kijken hoor. Het is even een check omdat ze heel veel buikpijn had. En ze voelde het wurmpje dus minder bewegen. Toen was ze bij de verloskundige en haar hartslag had wat onregelmatigheid. Dus toen kreeg ze een extra check in het ziekenhuis. Maar alles is goed. Ze mag nu gewoon lekker naar huis toe. Dus het is verder niet... niet ernstig gelukkig. En nu gaan ze dus proberen of ze haar morgen kunnen draaien. En ja, als dat niet lukt, dan ben ik een beetje in de overtuiging dat ze binnen nu en 2 weken dus misschien een keizersnee gaat krijgen. Maar dat is allemaal afwachten. Maar ik schrok er wel van. Dus ik zei ook tegen haar, joh, moet ik voor de zekerheid gewoon eten meenemen voor morgen. Omdat we natuurlijk morgen gezellig zouden gaan eten. Toen appte ze, nee, is helemaal niet nodig. We gaan gewoon eten. En hun gaan ook dit weekend nog een weekendje weg. Want dit was de laatste keer dat ze nog even met z'n tweede weekendje weg konden. En dat wilden ze ook heel graag. Gewoon naar een hotelletje trouwens.
Omdat ze het daarna niet meer ziet zitten. Nou, eerder kon het niet natuurlijk vanwege corona. Dus ze hebben gewoon een hotelletje. En daar gaan ze dan nog even lekker samen genieten. Even wat leuke dingen doen. Dus dat is dan ook eigenlijk allemaal een beetje voor het laatst. Ze zijn gisteren met z'n tweeën voor het laatst uit eten geweest. Maar het was wel even schrikken dat dat aan de hand was. Maar gelukkig, alles is dus nu goed. En ja, we wachten morgen af of ze gedraaid kan worden. Gisteravond heb ik Steenrijkstraat Arnhem gekeken. En Obese. Ja, Obese was helaas het laatste seizoen wat er is uitgezonden. Ik had het dan leuker gevonden. Ik snap dat we nu in de herhaling zien zitten. Maar had ik het leuker gevonden als ze een paar seizoenen eerder hadden gedaan. Ik heb niet alles gezien. En dit seizoen ken ik nog wel heel goed. Dus dat was wel jammer. Maar oké, ik heb aan mijn artikel gewerkt. Ik heb de vlog geüpload. En ja, het was allemaal prima. Dus het was verder een prima avondje. Maar ja, ik had wel even zoiets van, joh, heftig. En je kunt er dan eigenlijk met niemand ook over hebben. Want mijn moeder die was op dat moment op visite. En ja, dan merk je eigenlijk dat je niemand hebt waarmee je het ook kunt delen. Waarmee je eigenlijk eventjes je ja, zorgen. Hè. Je denkt toch wel van, oei, het is toch ineens wel heftig. Hè. 11 juli uitgerekend, als ze nu ineens eerder zou komen. Ja, dat zijn toch wel dingetjes. Ik zei ook al tegen haar, ik maakte me wel zorgen. Nee, nergens voor nodig. En nou, dat is allemaal fijn. Ik ga nu even de stofzuiger er doorheen trekken. De katten hadden toch weer een beetje overgegeven. Dus ik weet het ook niet, met het zachte voer. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ga ik mijn oude papier even bij elkaar rapen en dan komt mijn bezoek straks. En dan ga ik mijn therapie doen. En ja, even de boodschapjes en dan is dat ook wel weer klaar. Maar ja, het was even heftig allemaal. Maar goed, nu is dus alles goed. Ik ga jullie gewoon later zien als ik weer terug ben van de boodschappen. Want ik ga nu even voortmaken. Het is nu bijna 2:30. Kan ik even stofzuigen. Eventjes mijn oude papier bij elkaar rapen. Het is trouwens nu nog lekker koel. Morgen wordt het super warm. Oh, het is volgens mij nu 15 graden. Ja, 17 graden en onbevolkt is het nu. En morgen wordt het weer 27 graden. En ik denk, oh, waarom? En zaterdag ook 28. Maar goed, ik ga nu even wat doen en dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Ik zal even de boodschappen aan jullie laten zien, want ik ben weer thuis. En dan ga ik daarna lekker douchen. Ik heb gekocht een handstofzuiger op accu. Dat vind ik wel handig voor als hier kattenbrokjes liggen en dan soms eventjes bijzuigen. 2 zakken met aardappelschijfjes. 5 schnitzels. Een zakje met knitterchipjes, bontjes, chocomel, slapinken, kattenvoer en ook zachtvoer. Een zakje aardappelschijfjes, frietjes, 2 keer spekjes, wattenschijfjes, ik heb snijboontjes. Ik heb van die doekjes weer gehaald, die hadden ze nu weer. Deze, even van die zakdoekjes, dat is wel handig om mee te nemen ook. Kuppensoep 2 pakjes. En ik kwam dit superleuke jurkje tegen bij de Aldi. Hij was echt 3 euro. Ik vond hem echt zo leuk. Het is wel een emmetje, dus ik hoop dat ik hem pas. Maar het is een soort nepleers. Ik vond het wel superleuk, dus ik hoop dat ik hem ga passen. Dus dat waren de boodschapjes. Straks eten, het quizje kijken. En ik kijk vanavond meester Frank Visser en Gestalkt. Verder foto's bewerken. En misschien wat alvast aan de video doen. Maar ik ga even kijken hoe ver ik ga komen. Dat waren eventjes alle dingetjes voor vandaag. Ik zie jullie dan morgen weer. Want ik ga even lekker onder de douche. En dan ja, is dat ook weer klaar. Dus dan kan ik straks eten en zo. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 12 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo even mijn slaapkamer doen. Want ik word om 3 uur opgehaald door Nathalie en Frank om naar mijn moeder te gaan. Ik ga jullie bij de slaapkamer er dan niet bij zitten. Maar dan neem ik jullie gewoon mee straks. Gisteravond eigenlijk lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar het spelletje. Ik weet er alles van is dat. Het komt dan in plaats van goede tijden. Echt super leuk. En ik heb gekeken naar Gestalkt. En ja, helaas ken ik deze dus ook al wel. Ja, ik vind het heel jammer dat we al in de herhaling zien zitten. Maar ja, het is gewoon niet anders. Je doet er gewoon niks aan.
Daarna had je meester Frank Visser, maar die kende ik nog zo goed. Dat ik dat eigenlijk met een half oog heb gekeken. Want ik kwam erachter dat... ik kijk dan Man bij het Hond op maandag. En daar zit best wel een bijzonder koppel in. Ronnie en Penny heten ze. En toen ik Penny voor het eerst zag, dacht ik... Ik doe ondertussen eventjes mijn kleedje een beetje recht op de bank. Oké. Die is best wel mannelijk. Maar later kwam er dus uit dat zij dus hermafrodiet is. En als ik het goed begrijp, houdt dat in dat je zowel mannelijke als vrouwelijke dingen hebt in je lichaam. Ik weet dat Rianne van Dorst het ook is. En daar hebben ze dus toen zij een baby was. Wat is er, lieverd? Kom maar. Een meisje van gemaakt. Maar het betekent dus dat je zowel mannelijke als vrouwelijke organen hebt. Als ik het goed heb hoor, misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd, maar in ieder geval, je bent dubbelzijdig in feite. Nou, dat verklaarde dat ook wel, want ze had eigenlijk best wel veel mannelijke punten, heeft Penny. Maar ik kwam er dus achter dat hun ook al een keer hadden meegedaan aan de rijdende rechter. En ik kijk dat eigenlijk nooit. Ik was toch wel heel erg benieuwd geworden van, waarom hebben jullie dan meegedaan? Wat is er dan aan de hand geweest? Ik dacht, toen kwam ik dat op YouTube tegen. Ik dacht, nou, dan ga ik dat maar eens even kijken. Het ging uiteindelijk om camera's en dat soort dingen. En we zijn heel standvastig ook. Echt zo van, nee, ik wil dit niet en ik wil dat niet. En die Ron die werd ook heel boos. En nou goed, dat heb ik dus even gekeken. Ik heb wel gewoon lekker naar Gossip Girl gekeken en naar Clem. Ik kan echt zeggen, mocht jij van Nederlandse series houden. Ik besef me dat heel veel mensen eigenlijk niet echt zo fan zijn van Nederlandse series. Ik heb dat zelf altijd wel heel erg gehad. En je houdt ook wel een beetje van spanning. Dan is Clem echt een aanrader. Er komt een seizoen 3. Dus ik hoop seizoen 1 en 2 uit te kunnen kijken voordat seizoen 3 komt. Maar het is echt heel erg leuk. Het is echt, ja, het is ook echt wel heel spannend. Maar het, wordt het grijpt je wel aan. Je zit er wel meteen goed in. Althans, die ervaring heb ik. Dat was echt super leuk. Ik heb wel de foto's bewerkt en voor de rest gewoon eigenlijk een beetje lekker achter de laptop. Dus niet heel bijzonder. Ik ga nu eventjes mijn slaapkamertje doen en even hier stofzuigen. En dan neem ik jullie straks mee als we naar mijn moeder gaan. En ik zal jullie nog even mijn outfitje laten zien. Ik heb nog geen schoenen aan. Maar ik heb eigenlijk dezelfde outfit aan als afgelopen zaterdag. Alleen heb ik hem nu omgekeerd. Dus ik heb nu de witte broek aan met gaten. Die dus van de Bershka is. Met een shirtje van de Action. En dit blazertje die ik dus bij een Dekamarkt heb gekocht. Dus die heb ik. Ik heb hem nu dan andersom aangedaan. Het zou vrij warm worden. Maar ik vond het nog wel tegenvallen. Dus ik dacht lange mouwen kunnen gewoon. Ik ga... de stofzuiger en even een sopje maken, muziekje aanknallen en dan ga ik eventjes aan de gang. Want ik heb nog ongeveer een uurtje, dus dat moet gaan lukken. Eén schone slaapkamer verder, het is 2:50 en Nathalie en Frank die zijn toch weer te laat. Appten ze al. Weer een hele lange haar. Ja, we zijn dat inmiddels gewend. Dat ze meestal wel later zijn. Ik heb wel weer lekker een schoon bedje en zo. En Maasje lag echt zo lief op mijn kussen. Ik had een foto gemaakt, ik zal hem even laten zien. Die was even mijn nieuwe kussen aan het uitproberen en hij is goedgekeurd. Ik wil even kijken waar ik de telefoon heb. Oh, hier. Maar hij is nog lekker te chillen op mijn kussen. Dus hij is goedgekeurd. Ik ga nu nog even een spelletje doen en dan even wachten tot ik een appje krijg wat ze gaan rijden, denk ik. Want ze zijn dus toch later, maar goed, dat zei ik al. Stofzuiger nog even op zijn plek en dan zijn de schoonmaakheden weer klaar. Moet ik van de week even boven aan de gang, want dan kan ik even dat rekje in elkaar zetten. Mijn vader had een rekje meegenomen. Die moet ik dan even in elkaar zetten en dan kan ik mijn bulletier nog spullen weer even opruimen. Dus, maar ja, dat is weer een klusje voor volgende week. Want ik ben nu zat en ik wil van het weekend ook eigenlijk een beetje rustig gaan doen. Want ik merk nog steeds dat ik best wel moe ben van afgelopen weekend. Dus... Steven met Mickey en dan ga ik zo meteen, ik ga even een spelletje doen, dan ga ik zo meteen nog even wat drinken en zo. En dan straks die kant op, dus ik zie jullie dan wel weer strakjes. Thank you.
Nou, ik denk het niet, maar het is goed dat je zegt mee op de tweede deel. Wat moet dat? Ah, weet niet wel goed jullie sophisticated andere hoor. Ja, als ik mooi kan je wel aanschrijven. Ah, ja, dat kan ook. Maar het kan wezen dat die vochtig zijn. Ja, wel, laat ook niet aanschrijven, lucifers. Ja. Ja, dat kan zijn dat die vochtig. Ik heb in de oh, kijk, je hebt hem. Ja, gaat hij? Ja, als hij eenmaal brandt, dan kun je die andere er ook zo mee aansteken. Een mooi systeem. Hé, maar wat zou dat houten dingetje er wezen? Wat moet je daar aan hangen? Wat is dat? Controlemuis kun je naar beneden hangen. Ah. Dat houten dingetje? Ja, dat bovenaan. Met dat hout erin. Ja, dat kan je weer laten zakken. Oh. Je wou hem hier laten staan, Frank? Met oog op de buren? Of? Of zullen we met z'n tweeën even iets meer daarop aan doen? Ja, dat is goed. Zullen we dat doen? Ja. Hun zitten in de rook, dan kan je het. Super mooi doen. Nog goudschool erin? Ja. Ja. Ik laat aan jou over. Jij bent de bakmeester. Mooi. Wat dank je dan? Nee, het was gelukkig niet druk bij Lidl, dus ik kon zo... Oh ja, zo is het hoor. Ga je filmen? Ja, even het vlees, hè? Lekker, lekker. Je hebt een dubbele, zie je dat? Flat? Maar zo, volgens mij is deze dubbel. Ja. Zit er twee op? Dan heb ik mazzel. Oh mijn god! Dit hebben we dus nu op beeld, hè? Dat is jammer. Wat? Niks. Nee, die spoelen we af, joh. Dat is zonde, kom maar. Pak hem aan. Oh, nee. Er zat een dubbele op. Pak hem aan. Pak hem aan. Onder de kraan. Dat kan best, dan kan hij zo weer erop. Moet je het goed, ja. Ik moet het ook. Is hij, ja, kom maar. Hij is maar niet naar je heet, toch? Ja. Nee, dat is donder, die. Dat zijn wel leuke filmpjes. Ik zal deze op de gemak. Ja, hij zit in één keer Angela zegt, oh, je hebt een doekel uit de lange afstand. Oh, dat laat het vlees voor de rooster. Ja, dit is het vlees tegen dingen, tegen de rooster. Nou, dat is een hele deze straat, ja? Dus nog iets zwaarder dan dit keer. Ja, weet je zeker? Ja. Ik wil 13 hebben. 13? Ja, dat is 13 aan het pas. Het is een mooie dis. En ik heb het op beeld. Hé, hey, knap het. Dat is leuk, zo'n camera. Lekker broekjes eten. Molly. Molly. De welbekende koe die ik thuis ook voor de kat heb. Deze is iets schoner, die van mij is iets donkerder. Maar dit vindt ze wel leuk om in te spelen soms. Lieve schat.
Ik heb deze bakjes ook voor de katten. Maar mij krijgen ze er alleen harde brokken uit. En Molly krijgt er water uit. Het is hier wel echt heel veel vliegen. Ik denk dat ik zo even wat ga meppen. Ik weet niet of er vliegen ook weer is. Kijk eens wat ik heb. Kijk eens. Wil je hem hebben? Kom je even laten zien hoe knap je bent. Hallo. Hi. Hallo. Kijk eens. Gaan we het kutje lopen? Kom maar, kutje lopen. Kom je? Kom dan. Met de koe. Wil je met de koe? Nee, hè? Hé. Hey. Kom maar. Kom maar. Kom hier. Kijk eens. Oh, je gaat spelen. Nee, ze wil niet. Hallo. Ze moet een korte stukje gaan doen. Vind ze leuk. Wat? Wat je nu in je hand hebt, zeg maar. Oh, je moet hem bij de staart. Vind je dat leuk? Heel slank. Kom maar op de bank. Kom maar gezellig zitten. Kom maar. Hier toch de koe? Kom maar. Heel goed. Ja. Goed zo. Nou, eigenlijk moet je dit doen, hè? Hier is het helemaal de koe. Dat is weer leuker. Ga ik het vullen. Oh, die is zo schattig. Leuk hè, de koe. Ja. Is het borsteltje kwijt, anders kon ik je lekker kammen, hè? Ah, dat is lief. Lieve vriend, hè? Ah, krijg je pootje. Ik ben weer thuis. Ik kom onder de douche vandaan. En we hebben het super gezellig gehad. We hebben dus uiteindelijk gebarbecued. Nathalie en Frank hebben de barbecue geregeld omdat het nu zo mooi weer was. We hebben een klein beetje regen gehad. Niet noemenswaardig eigenlijk, maar dat geeft er niet. Toen konden we even onder het afdak schuilen. Ze hebben even de barbecue in elkaar gezet. Want die hadden ze mijn moeder gegeven voor haar verjaardag. Maar die had ze ook nog niet gebruikt. Mijn moeder is altijd eind september jarig. En ja, dan is eigenlijk het barbecue seizoen natuurlijk een beetje afgelopen al. Maar... ja, die konden we nu mooi testen. Dus dat was fijn. Ik zit nu ook echt heel erg vol. Mijn moeder had als toetje nog even lekker ijsjes gehaald bij de snackbar. En mijn moeder, Nathalie en ik, die hadden alle drie softijs in een beker. Nathalie en ik hadden allebei disco dip. Mijn Frank die had een milkshake. Was echt super lekker, want ik krijg bijna nooit disco dip. Want hier hebben ze het niet echt. Dit was echt heerlijk. Dus we hebben echt heel lekker gegeten. Een lekker toetje, dus het was echt top. Ik heb nog heel lief. Mijn moeder had nog even vuilniszakken van mij gehaald, want die was ik vergeten te kopen. Dus dat is wel iets wat ik vergeet. Want ik heb er nog één, maar ik dacht nu de laatste drie, maar voor hetzelfde geld vergeet ik, heb ik er niet genoeg aan. En ik had nog heel lief. Natuurlijk, dat gaat weer niet met één hand, jongens. Laten we dit proberen. Ik zie dat ik even een dolletje moet oprapen. Heel lief nog als bedankje ook voor de baby shower had ik nieuwe aquamarkers gehad. En dit zijn nieuwe kleuren. Ik heb natuurlijk al hier grote sets, maar dit zijn dus nieuwe kleuren. Ik heb de gele. Ik heb de grijze. Dit zijn gewoon 6 stuks, maar dit zijn dus eigenlijk een aanvulling op de grote. Dit is de roze set. Super lief. Mijn moeder had een hele mooie plant gehad waarbij op afkomen. En van mijn moeder hebben we nog allebei dit papierblok gekregen. Deze wilde ik al heel graag hebben, maar die papierblokken die had ik nog niet gespot bij de Action. Een paar weken geleden waren ze in de aanbieding, maar toen waren ze dus al heel snel uitverkocht. Hier zit van alles in. Papier, kaarten, stickers, giftpapier en een giftbox. Ja, echt hele leuke dingen. Ik zal hem nog even uitgebreid laten zien eerdaags. Super lief, dus dat was heel fijn. Ik ga nu de laptop pakken, want ik ga even een artikel schrijven en mijn video editen. En dan ga ik straks nog even Gossip Girl kijken en Clem. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Maar dan weten jullie even hoe en wat het was. Dus, maar we hebben super gezellig gehad. En nu ga ik even lekker relaxen op de bank. Dus ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 13 juni. Ik ben klaargemaakt. En ik heb toch lange kleding aan. Ik had eerst korte kleding aan. Maar ik vond het toch wat frisjes. Dus ik heb nu echt de makkelijkste kleding aan die hier bestaat. Ik heb echt een hele luchtige broek aan. Wat eigenlijk
niet echt toonbaar is. Ik zou er niet naar buiten gaan, maar voor binnen is het prima. Ik zal het jullie wel even laten zien. Deze broek zit me inmiddels ook veel te groot. Net wat ik zeg, ik ben nu thuis, dus dan doe ik hem aan. Eigenlijk zit het niet verkeerd, maar ik heb gewoon zo'n broek aan. Het doet je lichaam bijna goed hoor, want hij zit veel te groot inmiddels. Maar ik vond het gewoon even lekker. Ik heb gewoon een hemdje aan met een, hoe noem je het ook alweer? Bolerootje. Ja, gewoon even makkelijk. Gewoon even omdat het kan. Ik bedacht me dat ik gisteren eigenlijk niet meer ben teruggekomen op het verhaal van de baby. Want Nathalie zou gisteren natuurlijk naar de verloskundige gaan om te kijken of ze gedraaid kon worden. Ze is naar de verloskundige geweest en wat bleek, ze is dus al gedraaid. Ze was inmiddels alweer goed gaan liggen. Ze lag natuurlijk in stuit, maar ze lag nu alweer goed. En ook was ze al een klein beetje ingedaald. Ze kan nog steeds gaan draaien, want haar hoofdje is een beetje klein. Maar hoe meer ze indaalt, hoe minder ze kan gaan draaien. En Muis is er ook gezellig. Hé, Muis? Ja, jij bent er ook, hè? Dus dat was nog even de update omtrent de baby. Voor de rest heb ik gisteravond eventjes mijn video in elkaar gezet. En mijn artikel geschreven. En lekker Gossip Girl gekeken. En Klem. En voor de rest ook weinig. Ik was ook erg moe, moet ik zeggen. Dus ik heb wel een beetje in mijn boek gelezen. Ik ben in een nieuw boek begonnen. Oh, ik heb een boek. Ik had echt hiervoor een boek. En ik kon me echt gaan verheugen dat ik het boek weer kon gaan lezen. Maar daar vertel ik jullie meer over in de boekreview video's natuurlijk. Dat was verder mijn avond. Verder niet bijzonder. Ik heb net ook weer even mijn teennagels geknipt en mijn ilt geraspt. Want het was weer verschrikkelijk. Zoals jullie inmiddels weten, ik heb het jullie al vaak verteld. Ik heb heel snel last van iltvorming. En het was weer zo verschrikkelijk erg dat het weer pijn deed. Dan heb ik voor 2 weken geleden natuurlijk met mijn voeten in zo'n badje gezeten. Maar ook dat is echt een tijdelijke oplossing. Het werkt niet super lang. En dat was ook wel heel grappig gisteren. Het is niet grappig. Maar Nathalie die krijgt door de zwangerschap krijgt ze nu hele dikke voeten. En dat is natuurlijk wel een verschijnsel wat je vaak hoort. Dus die wilde op een gegeven moment even in een voetenbadje. Dus zij zat in een voetenbadje. IJskoud water, dat was toch wel een beetje koud. Maar op een gegeven moment moest zij dus even naar de Action toe. En Frank en ik die bleven dus bij mijn moeder. Dus Frank die schoof een stoeltje op. Die kwam naast mij. Die ging met zijn voeten in dat voetenbadje zitten. En ik zeg, ga je nou met je voeten in dat bad zitten? Waarna hij net heeft ingezeten. Want inmiddels had de kat, die had ook al wat water eruit gedronken. Dus echt dacht van, doe dit niet. Zij zit er met haar voeten in en jij gaat in dat badje drinken. Toen ging hij toch maar schoon water pakken. En zat hij in dat water te flodderen. Hij zat lekker in met zijn voeten in dat badje. En hij zat filmpjes te kijken. Hij houdt echt van die filmpjes. Hij had bijvoorbeeld een filmpje. Dat was een openbaar toilet. Er zijn wel allemaal buitenlandse filmpjes hoor. En dat toilet bevond zich op een vlot op water. Dus die mensen die gingen dus naar die wc toe. En in de tussentijd dat iemand op die wc zat, werd dat vlot heel ver het water opgeduwd. Dus die mensen kwamen uit die wc. En het was echt zo van, hoe kom ik hier nou af? Ik bedoel, hallo? En er was bijvoorbeeld één man die dook echt dat water in. Nee, was wel super grappig. Toen zei ik op een gegeven moment van, ik heb nog wel een grappig filmpje. Want ik ken dat filmpje van, dan hebben ze een heel klein mannetje. Die hebben ze omgetoverd tot Chucky. En heeft hij zo'n nepmesje vast. En het is best wel een bekend filmpje. Hij is ook al best wel oud hoor. En die plaatsen ze in een bushokje. Maar dan achter het glas. Het zal wel een soort glas van suiker zijn, denk ik hoor. Want hij kon heel makkelijk dat glas breken. Normaal is dat niet. Maar als je dus bij die bushalte staat, dan lijkt het dus net op dat je naar een poster staat te kijken van een film van Chucky. En als die mensen even niet opletten, dan breekt hij dat glas open en dan komt hij achter die mensen aangerend. Die vond ik wel heel grappig. Dus ik dacht, die zal ik wel even naar Frank sturen. Want ik denk dat Frank dat wel heel grappig vindt. Nou, hij zat echt te lachen. Hij vond het allemaal heel grappig. Maar goed. Ik kom, nou maak ik een heel raar bruggetje, want ik was over mijn eelt bezig.
Dat voetenbadje bij mij, dat is echt een tijdelijke oplossing. En ik had nu alweer, ik merkte nu alweer zo heel eelt. Ik dacht, nee, ik moet er gewoon weer even af. En mijn teennagels waren weer langs, dus dat heb ik even gedaan. Haal ik even voor douchen ook de nagellak eraf. Kan er vanavond weer frisse nagellak op. En mijn handen haal ik het er ook af. En dan doe ik dan morgen weer nagellak op. Dus dat was eigenlijk eventjes verder over gisteren. Voor de rest eigenlijk vandaag weinig op de planning. Ik wil even bullet journalen. Ik ga even stofzuiger heen trekken. Ik ga even mijn boodschappen opruimen. Maar dat is het ook wel. Ik heb niet zo heel veel zin om dingen te doen. Ik wil eigenlijk nog wel eventjes jullie de kruimeldief laten zien. Ja, wij noemen het een kruimeldief. We noemen het een stofzuiger. Die heb ik wel in de doos laten zien. Maar eigenlijk niet echt uitgepakt. Die wil ik eigenlijk morgen even proberen op te hangen. Want ik heb er nu niet zo heel veel zin in. Nu wil ik hem even opladen. Dan denk ik dat daarboven. Voor boven vind ik het ook wel heel erg handig. Want ik merk nu. Ik moet nu steeds die stofzuiger meeslepen. Dat is gewoon niet zo handig. Ik zal even het doosje openmaken. Zodat jullie ook even kunnen zien wat erin zit. Er zit ook garantie op. Ik moet alleen even kijken. Volgens mij heb ik de bon al in de oude papierbak gelegd. Dus die moet er wel even uit. Ik maak even het doosje open. Dan zal ik jullie even laten zien wat er nou in zit. Het zit heel goed verpakt. Ik had het zelf al even gekeken hoor, stiekem. Dit is het oplaadsnoertje om hem op te laden. Lijkt me logisch. Dan heb ik hier twee het ophangsysteempje. Moet ik even kijken hoe dat precies zit. Er zitten ook schroefjes bij, heb ik gezien. Met twee plugjes. Die zijn wel onwijs klein. Maar dat gaan we wel even bekijken. Dan heb ik hier twee opzetstukjes. Die zitten erbij. Dus een lang gedeelte en een wat korter stukje. Ook ideaal voor de bank. En dan is dit dus de zuiger. Kruimeldief. Eigenlijk super compact zoals je kan zien. Je kunt hem gewoon leeghalen. En ja, dit is hem dan. Dus ik ben er heel blij mee. Muis, wil je daarmee ophouden alsjeblieft? Dus die ga ik morgen maar eens even proberen op te hangen. Want ik moet eigenlijk ook nog even twee gaatjes boren. Want het hangertje waar mijn handdoek en theedoek aan hangt, die blijft niet goed zitten. Want daar heb ik geen plugjes in gedaan. Dus dat is ook even een klusje voor morgen. Ik ga nu even stofzuigen. En dan zet ik jullie bij het bullet journal straks er eventjes bij. Verder verwacht niet te veel vandaag. Want ik heb echt een chill weekend. Na vorig weekend wil ik vandaag echt een chill. Dit weekend echt chill weekend hebben. Dus dat is de planning. En daar ga ik nu even mee beginnen. Ik heb besloten om even een dingetje in elkaar te gaan zetten. Ik heb namelijk hier een pakketje staan van de IKEA. Die heb ik al even meegenomen. Er zit een karretje in. En die wil ik even in elkaar gaan bouwen. Dat kan wel eventjes. Dan kan ik hier wel even bij zetten. Ik ga hem maar even bouwen. Want ik heb nu een hele lelijke nagellak. Altijd met welk pakketje wordt je nagellak lelijk. Van de week is mijn nagellak weer op en top. En dan wil ik het liever niet lelijk maken. Dus... ik ga gewoon eventjes bouwen. Ik denk dat het even een goed idee is. Ik zal hier even bij zitten.
Zo, ik heb toch nog even kunnen budgeten. Ik heb niet heel veel gedaan, want het, de catastrofe is dat ik het karretje niet in elkaar kreeg. Heel groot deel wel, maar er zitten nu hele kleine plugjes in die ik er voor geen meter in krijg. Ja, ik vind dat wel super vervelend, want ik wil dat dan. En ik had wel van die hele lange, maar ook een aantal korte. En het staat ook niet echt duidelijk bij. Dus ik probeerde al even op YouTube te kijken of ik een handleiding kon vinden. Is niet gelukt. Maar ik ga er nog even naar kijken, want dit voelt echt als falen. Want ik wil dit gewoon zelf kunnen. Moet ook gewoon kunnen, maar de reviews op mijn telefoon die laden niet. Dus dan moet ik straks even op de laptop kijken. En dan kan je ervan uitgaan dat ik er van het weekend nog even mee ga prutsen. Want ik wil dat gewoon, dat moet me gewoon lukken. Ik wil dat gewoon. Ik ben daar echt super irritant in. Dus dat was even jammer. Maar ik heb het wel geprobeerd. Ik had even gekeken, maar er staan nog geen tutorials op YouTube. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga zo even lekker relaxen. Vanavond kijk ik, denk ik, het jaar. Hoe heet dat? Oh, wat een jaar. Ik ga even Flikken kijken, Rotterdam. En even komt een man bij de dokter en verder gewoon Klem en Gossip Girl. Straks lekker douchen en even eten. En dat is het ook wel. Verder een rustige avond. Misschien dat ik alvast wat aan de vlog doe. Moet ik even kijken. Maar ik ga nu eerst even mijn verlies verwerken dat het tafeltje is gevallen. Dus ik had mijn vader al even gebeld. Die zei, ja, je hebt vast iets verkeerd gedaan. Maar ja, als er staat dat er zoveel lange dingetjes bij moet zitten. En ik heb alleen mijn korte. Ja, hoe dan? Ze zijn echt niet afgebroken, want ze zijn gewoon kort erbij. Dus ik ga er nog even naar kijken. En ik ga gewoon proberen of het me alsnog gaat lukken. Want dit is echt heel irritant. Misschien had ik aan de korte stukjes wel die korte kunnen gebruiken. Maar ik weet het niet. Volgens mij is het allemaal even dik. Dus ik ga er gewoon nog even naar kijken. Ik ga nu in ieder geval relaxen. Ik zie jullie dan morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 14 juni. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb net even wat dingetjes opgemeten in verband met horretjes. Mijn vader belde namelijk, die hadden horretjes gehaald bij de Action. En zei, volgens mij moet het bij jou ook wel kunnen. Dus ik had het even opgemeten. De deur wordt nog een beetje lastig, want ik heb een vrij brede deur. Maar ik denk dat de voor de ramen in ieder geval wel kan. Dus dat was eventjes passen en meten. En hij zegt, ja, even kijken, want dat is volgens mij 2,7 meter in het kozijn. Dat is allemaal, ja, ik heb echt gewoon echt een hele brede deur. Dat is een beetje lastig. Gisteravond heb ik gekeken naar Oh, wat een jaar. Ja, ik had het allemaal al gezien. Maar ja, hè, zoals ik al steeds zeg, we zitten zo in herhaling flow. Ik had verder ook weinig te kijken. Ik heb even Flikker Rotterdam gekeken. Ik kom de man bij de dokter. Ik heb gewoon Gossip Girl gekeken. En Clem, ik had de laatste aflevering van seizoen 1. Oh, dat liep dit spannend af. Clem gaat over twee gezinnen eigenlijk. En je hebt het gezin Warmond en die is weduwnaar. Hij heeft twee dochters, een meisje van 8 en die andere dochter, die weet ik niet precies hoe oud die is. Ik denk een jaartje of 16. En je hebt het gezin Milner Mook. En het is dus eigenlijk zo dat het gezin Milner, die hebben altijd gezegd dat vader in het buitenland werkt. Maar vader bleek dus eigenlijk in de gevangenis te zitten, maar dat wilden ze nooit vertellen, ook aan die dochter niet. Nou ja, die kwam op een gegeven moment vrij, maar die had dus buiten, in die tijd dat hij in de gevangenis zat, heeft hij een van zijn maten, tussen aanhalingstekens, want het was gewoon iemand uit de criminele circuit, heeft hij geld gevraagd of hij zijn vrouw en dochter wilde onderhouden. En die heeft dat gedaan. En toen heeft hij gezegd, zodra ik uit de gevangenis kom, krijg jij je geld terug. Hij had dus een heleboel geld, maar daar kon hij dus niet bij, want het was allemaal witgewassen. En de zakenpartner waarmee hij dus in zaken zat, die daar heeft hij in de gevangenis ruzie mee gekregen. Dus hij kon heel moeilijk bij zijn geld. Die kerel die werd op een gegeven moment vermoord, die zakenpartner. En toevallig net toen hij vrij was, dus hij werd natuurlijk meteen weer verdacht. Onderduiken en schietpartijen bij hun voor de deur. Nou, hij kon inmiddels eindelijk bij zijn geld. En toen kwam die kerel ineens bij die familie Warmond binnen. Omdat hij geld wilde. Hij wilde er toch nog meer geld bij. Het zou eigenlijk 1 miljoen zijn. Toen werd het ineens 1 ton. Toen wilde hij 2 ton. En toen ineens wilde hij 3 ton.
En toen stond hij ineens met een pistool op zijn hoofd. Toen kwamen die meneer Milner en Wally, zoals die man heette, die kwamen in een gevecht terecht. En dat pistool viel neer. En Wally haalde ineens een mes tevoorschijn. En meneer Warmond, die schiet Wally neer. Ja, hartstikke dood. Dus dat was wel eventjes een dingetje dat ik dacht, dit gaat hij nooit doen. Maar dat deed hij dus toch. Dus dat was wel heel erg spannend. Dus hun die man begraven. Dus ik ben heel benieuwd hoe seizoen 2 verder gaat. Dus dat was mijn avond. Ik heb aan de vlog al gewerkt. Dus die is al voor een groot gedeelte klaar. Is alleen nog aanvullen. Dus dat was verder gewoon prima. Teennagels gelakt. En dat was het ook. Eigenlijk vandaag verder weinig op de bedden. Ik ga zo even stofzuigen en de kattenbak leeghalen. Eventjes de vieze muurtje geurtjes eruit. En dan moet ik van de week even kattenbakvulling halen ook. En voor de rest weinig. Heel weinig eigenlijk. Even foto's maken. Misschien nog wat bullet journalen, maar dat is het. Ik zal straks wel even laten zien waar ik foto's van ga maken. Maar voor de rest, nee. Gewoon even lekker een chill weekend, wat ik heel lekker vind. Dus ik ga even de stofzuiger doen en eventjes die kattenbak. En dan zal ik jullie zo even laten zien wat ik ga fotograferen. Maar voor de rest zal ik jullie nergens bij zitten vandaag. De dingetjes die ik ga fotograferen. Ik heb hier drie mono-oogschaduwtjes van Essence. Ik heb hier een Insta Ready Kit. Hier zit, ja, het is gewoon een gezichtspalet. En ik heb hier volgens mij zit een lippenbalsem. Als ik het goed heb. Een color changing lipstick is het. Dus die ga ik ook fotograferen. Dat ga ik maar even doen. Zo. Inmiddels lekker klaar met alles. Nog wel even lekker bezig geweest. Dat was wel fijn. Voor de rest ook eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik ga zo even lekker relaxen. Straks even lekker douchen en eten. En vanavond weet ik eigenlijk niet eens goed wat ik ga kijken. Ik heb nog het perfecte plaatje staan. En ik heb denk ik gewoon tegen België gewoon. En vanavond is het weer kost ik een relax. Ik moet mijn foto's bewerken. Dus verder niet heel veel bijzonders. En ja, dat is het ook eigenlijk wel. Het is ja, gewoon even lekker basic. En dan even mijn nagels nog lakken. Dus dan komt het ook allemaal wel goed. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Het was vandaag ook een beetje een saaie vlogdag. Maar ja, ik vond het wel even lekker. Gewoon zo'n rustig dagje. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag 15 juni. Ik ben klaargemaakt. En vandaag heb ik weinig op de planning staan. Ik ga even een video opnemen. Daarna even lekker bullet journalen. Het is deze week de week van de niet grote schoonmaak. Dus dat is wel lekker. En dan kan ik het wat rustiger aandoen. Ik heb wel wat dingen nog gepland deze week. Ik heb zaterdag mijn verjaardag. Mijn maatje is jarig. Donderdag ga ik daar cadeautjes voor halen. En woensdag moet ik even naar de IKEA. Want ik moet even die plastic topjes gaan halen. Die dus nu ontbreken bij dat karretje wat ik hier elkaar aan het zetten was. Want anders kan ik hem niet verder afbouwen. En dat is wel fijn. Ik heb echt een hele comfy outfit aan. En ik leef hier een beetje in. Eigenlijk in de zomer. Ik heb namelijk een rok aan. En dit is een rok. Hij heeft best wel een lange split. Maar hij is verder gewoon heel lang. Hij is echt wel heel goed voor je figuur, vind ik. Want het komt er allemaal wel mooi in uit. En dit shirtje van OK But First Café. Die had ik dus laatst besteld. En deze rok die heb ik ooit een keer gekocht in een zaakje in Zwolle. Echt jaren geleden. Het bijzondere is dat ik nu wat bekender ben in de stad van Zwolle en ik het ook niet meer terug kan vinden. Misschien bestaat het zaakje ook al lang niet meer, maar ik weet niet eens meer welk straatje het is. Dat is toch apart eigenlijk. Maar goed, ik leef hier dus in de zomer heel graag in. Het is nog niet eens officieel zomer, maar ja, ik vind dit een hele fijne rok die gewoon lekker comfortabel zit. Dus dat is mijn kleding. Ik wil straks ook nog even dat jurkje passen. Dus ik zal even laten zien hoe die dan ook staat, die ik had gekocht bij de Aldi. Gisteravond heb ik eigenlijk lekker televisie gekeken. Ik heb even toch gekeken naar Nederland tegen België. Daarna heb ik het perfecte plaatje gekeken. Dat had ik donderdag opgenomen. Daar stonden ze weer een seizoen van uit. En dat was een seizoen dat ik nog niet kende. Ik heb Gossip Girl gekeken en Rex. Ik ga nu even stofzuigen. En
de video opnemen. Deze batterij is leeg. Dan kan ik die ondertussen even opladen. En dan zet ik die bij het bullet journal er gewoon even bij. Ik heb trouwens gisteren ook nog foto's bewerkt. Maar ik ben wat foto's kwijt. Dus ik moet even gaan opzoeken waar die zijn. Goed, ik ga nu even stofzuigen en de batterij opladen. Ik zou jullie nog even de nieuwe jurk van de Aldi laten zien. Zo ziet hij eruit. Zit eigenlijk wel goed. Hij is wat langer, maar het is wel eigenlijk best wel een heel leuk jurkje. Dus voor 3 euro vind ik het eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ja, ik ben wel tevreden. Zo, ik heb net de video opgenomen. Ging vrij snel, dus dat was wel lekker. Ik had trouwens nog vergeten te laten zien. Ik had mijn nagels dus gisteravond gelakt met dit kleurtje. En dat is dus deze van Mini. Dit is de C01 Fashionista. Maar ik vind het echt een super tof kleurtje met glitters. Echt heel erg mooi. Ik weet niet of je hem nu zo beter ziet. Was jullie nog helemaal vergeten te vertellen. Maar ik had dus van zaterdag op zondagnacht een bloedneus gehad. En alles zat onder het bloed. Dus dat heb ik al uitgewassen. Maar ik heb vannacht dus iets minder lekker geslapen. Omdat ik geen dekbed er nu op had. Geen dekbed over te dekken. Geen onderlaken. Omdat dat allemaal in de was zat. En ik had ook niks meer schoon. Dus het was niet zo heel erg slim. Maar goed, nu zit alles weer, is alles gewassen en is alles droog. Dus ik kan het er nu straks gewoon weer opleggen. Dat is ook wel prettig. Ik ga dit even verder opruimen. Even foto's spullen. En dan ga ik eventjes de bullet journal spullen pakken. Ga even wat drinken. En dan ga ik even kijken wanneer deze video online komt. Want ik moet eigenlijk van de week ook nog de shoplog van de Action filmen. Dus nou ja, we gaan het gewoon even zien. Maar in ieder geval, dit staat er al weer op. En dat is ook wel prettig. Dus dit gaan we allemaal even opruimen en dan ga ik jullie straks bijzetten bij bullet journalen. Zo, de katjes hebben net gegeten. Ik heb eigenlijk alleen maar geverfd. Ik heb jullie er even kort bij gezet, maar ik kon mijn goede kwasten niet vinden. Dat was een beetje vervelend, want het werd nu niet echt heel erg mooi. Maar ik heb in ieder geval weer wat klaar. Ik heb net even mijn bed opgemaakt. Het vervelende is, de vlek is er niet helemaal goed uitgegaan. Je ziet het nog wel heel licht. Ik heb hem op volledige was gedraaid. Ik denk dat ik even bij de Action Vanish ga halen en er even een goede vlek schep vanish op doe. En om dan eventjes, als ik hem weer ga wassen. Maar in ieder geval, ik heb in ieder geval weer een opgemaakt bed. Het was nog licht vochtig, maar dat droogt nu wel als het erop ligt. En ja, dat komt wel goed. Maar vannacht was het gewoon niet zo fijn, omdat ik dus dat bergkoeling had. Dus dat is nu beter. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik straks even douchen en eten. Vanavond kijk ik Chateau Meiland, de laatste. En Man bijt hond. En ik ga even verder dus met die foto's even zoeken en het artikel schrijven. Ik moet eigenlijk de foto's van morgen bewerken, maar die zijn dus zoek. Dus daar moet ik echt even naar kijken. Ja, voor de rest eigenlijk een rustig avondje, kostje Curlrex. Dus verder niet heel bijzonder. Dus dat wordt mijn avond. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en dan zie ik jullie morgen weer. Want ik ga verder toch niks meer doen dan even lekker chillen. Dus ja, dat ga ik even doen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is van 16 juni is het al. Tijd gaat zo snel. Ik ben klaargemaakt en vandaag zijn eigenlijk weer de kattenbak aan de beurt, de douche en de gang. Ik heb om 3 uur een evenement. Best spannend. Het is het allereerste evenement wat ik kan bijwonen en dit is online. Dit is een evenement van Essence waar ze een nieuwe trendeditie gaan laten zien.
En normaal houden ze dit soort evenementen op locatie. Alleen het persbureau, wat onder andere Cartrice en Essence vertegenwoordigt, die hebben aangegeven, wij durven dat nog niet aan. En dat snap ik wel. Ik weet dat ze het normaal ook in twee delen doen. Maar ja, als je best wel veel mensen uitnodigt, is de 1,5 meter gewoon heel lastig. En natuurlijk, je mag wel weer met meer mensen op locatie. Maar het is wel een lastig iets. Dus ze hebben nu besloten om dit voor het eerst online te gaan doen. Daar kon je voor opgeven. Dat heb ik gedaan. Dus dat is om 3 uur. Dat vind ik wel heel erg leuk. Gisteravond heb ik de laatste aflevering van Chateau Meiland gekeken. En ook de laatste aflevering van Man bij het Hond. Ja, was wel leuk. Maar verder niet heel bijzonder of zo. Jammer dat het voor het laatst is. Maar goed. Ik heb natuurlijk Gossip Girl gekeken en Rex. Ik ben met de foto's aan de gang geweest. Ik heb die foto's die ik kwijt ben dus niet meer kunnen vinden. Dus die moeten nog even opnieuw. Want ik wil vandaag nog de review van de lipgloss online zetten van Real Techniques. Dus die moet ik even opnieuw doen. Maar daar heb ik eerst even het kwastje voor schoongemaakt gisteren. Want die had ik dus al gebruikt. En je kan niet een kwastje op de foto zetten wat al gebruikt is. Of nou ja, dat kan wel. Maar als die vies is, dat vind ik zelf niet zo prettig. Dus dat heb ik even gedaan. Ja, dat was eigenlijk verder mijn avond. Tijger die... Oh, ik heb hier een vlieg. Tijger had gisteren een vliegje op zijn neus. Ga je pakken? Dat was echt heel grappig. Er was een klein vliegje. Die vloog je hond en muis. Die had op een gegeven moment dat vliegje te pakken. Maar ze had hem niet goed doodgemaakt. Dus ik heb hem zelf maar doodgeslagen. Toen wou ik hem opruimen. Toen had Tijgertje, die had hem ineens op zijn neus. Ik dacht echt zo, ik dacht gelijk aan dat liedje. Normaal had je een lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. En nu dacht ik, een lief klein poesje heeft een vliegje op zijn neus. Dat was echt wel heel schattig. Ik heb er helaas geen foto van kunnen maken. Wou ik doen, maar toen had ze hem al van de neus af. Zag er heel schattig uit. Dus ze zit nu heel gefascineerd naar die vlieg te kijken. Maar ik ga hem zo wel even doodslaan, want ik heb niet zoveel met ongedierte in huis. Ja, ik ga nu gewoon eventjes beginnen met de dingetjes, want dan kan ik om 3 uur klaar zitten voor het evenement. En dan zet ik jullie bij de douche bij, dan ga ik nu gewoon even de kattenbak doen, vuilniszak weg en dat soort dingetjes. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Jee, ik ben klaar. Ik heb de katten net eten gegeven. Die hebben dus net hun eten weer lekker op. Alles is schoon wat ik wilde doen. Ik heb ook nog even die overige foto's gemaakt die ik nog moest doen. Dus dat is ook top. De groente is afgehaald en ik heb zelfs het wasje nog even opgeruimd. Dus het is weer leeg. Geen was meer. Oh, zien jullie het? Moeilijk. Evenementje was ook super leuk. Heel goed opgezet. Heel interessant ook. Het ging over een limited editie of trend editie met hennep. Ze wilden daar wat meer uitleg over geven. Dat er niet natuurlijk echte wiet in zit, maar dat het hele plantaardige producten zijn. Super interessant. Er werd ook echt even iemand mee opgemaakt. Dus dat was echt super leuk om te zien hoe die producten in zijn werking gaan. Ze zien er echt super goed uit. Ik ben heel erg benieuwd naar deze producten. Was echt super goed opgezet en gewoon super leuk. Klein half uurtje en toen was het klaar. Je kon ook vragen stellen. Helaas konden ze niet alle vragen beantwoorden. Dus ja, dat is gewoon iets wat je zelf moet uitvinden dan. Vanavond kijk ik denk ik toch beter later nooit. Ze gaan seizoen 1 herhalen en ik heb dat nooit gezien. Ik ga de vlog verder afmaken. Ik ga die foto's bewerken zodat ik een artikel nog van kan schrijven. En nog even de foto's van morgen bewerken. En gewoon Gossip Girl en Rex. Dat is het. Straks lekker douchen en eten. En dan lekker de bank op met mijn quizje. Waar ik heel veel zin in heb. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het leuke is dat ik op 280 abonnees zit. En ik probeer... Het doel van mij is 100 abonnees per jaar. En ik hoef er nu nog maar 20. Dan is mijn doel gehaald. Super leuk. Dank jullie wel dat jullie allemaal geabonneerd zijn. Super lief. Ben je dus nieuw op mijn kanaal en wil je geen video meer missen, kun je dus ook gratis abonneren. Het kan erop dat rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je dan het belletje aan zetten, want dan krijg je een melding zodra er voor mij een nieuwe video geüpload wordt. Vond je deze video leuk, doe eventjes je duimpje omhoog. En ik hoop je gewoon bij een volgende video weer te zien. Doei!